Ik ben havenarbeider sinds 1981. Ik had al vlug een gezin, dus de keuze was vlug gemaakt om naar de haven te komen. En aangezien mijn vader ook dokwerker was, was dan een kleine stap. Ik ben al 33 jaar havenarbeider. Ik ben hier terechtgekomen door een vriend in de sport die mij introduceerde in de haven. Mijn eerste 10 jaren waren echt fysiek heel zwaar. Dat was dan al manueel, hè. Zakgoed, schepgoed, alle dingen echt sleurwerken. Ik was nog maar net 19 geworden als ik hier startte. Als ik thuis kwam, dan was ik iedere keer heel braaf. Mijn moeder had geen last meer met mij. Elke dag is anders. Eén dag sta je op de kaai aan te pikken, de andere dag sta je in het schip. Dan ben je soms uitwijzer en dan ben je chauffeur. Je kan elke dag iets anders doen. We zijn dagloners die dagelijks door een andere werkgever kunnen aangeworven worden. En nu zijn er ook op voorhand scholing. Dat is wel een beetje nodig, want alles is natuurlijk meer machinaal, zwaarder geworden. Buiten vroeger was het meer handarbeid. Het mooiste aan mijn job vind ik de vrijdom. Kunnen buiten werken ook. Ik denk niet dat ik nog zou kunnen aarden binnen in een fabriek of zo. En ja, de keuze ook. Je kunt je activiteiten kiezen. En ook ja, de drukte van je job een beetje kiezen. Hè. Weekendwerk, al dan niet weekendwerk, dat kunnen een beetje inlassen. Lijken we dat wel. Hè. In elk weer zijn wij verplicht van te werken. Hè. De haven ligt nooit stil. Hè. Dat is bij 40 graden of bij min 10, min 15. Wij moeten altijd werken. Nee, kaai worden opgeruimd en dan moeten wij verder werken. Wij stoppen niet. Uw gezondheid moet ook flink in orde zijn, want het is veel vroeg opstaan. Ik sta elke dag op om 4:15. Voor soms maar om 8 of 9 uur 's avonds thuis te zijn. Dus je moet wel over een goede gezondheid beschikken. We zijn met 450 havenarbeiders. Ik denk dat we elkaar bijna allemaal kennen. Het is een harde wereld. Je moet daarvoor geen reus zijn om het hier te maken. Je moet je manneke staan. Maar iedereen komt goed overeen en dat is nodig in zo'n werk. Hè. Want dikwijls moet je gelijk hier moet je groepswerk doen. En dan moeten we kunnen vertrouwen op elkaar. Als het een keer woord is, moet dat direct vergeten worden.